Een hele goede morgen, mensen. We zijn alweer bij de baby's en Thomas is Luna aan het verzorgen. Ik heb nog nooit zoveel poep gezien in mijn leven. Wacht maar tot ze groter worden en de poepjes ook groter worden. Mm. En ik heb net Marley verzorgd. En ze ligt alweer lekker ingepakt. Ze is er niet helemaal mee eens, maar we gaan straks lekker knuffelen. En daarna gaan we naar de verjaardag van Thomas' oma. En ze hebben sinds gisteren knuffeltjes in de couveuse liggen. Ze mogen nu zelf knuffeltjes hebben. En deze heb ik heel even bij me gedragen, zodat ze naar mij ruiken. Wat ben je allemaal aan het doen? En daarna zijn ze in de couveuse gelegd. Kom eens hier. Zo. Ga maar lekker knuffelen met je knuffeltje. Nou ja, maar echt geïnteresseerd in de knuffeltjes zijn ze niet, hè? Nee. Gezondheid, gezondheid. Gezondheid, gezondheid, gezondheid. En je neusbrilletje zit weer niet goed. Nee. Wat ben je nou aan het doen? Wat ben je nou aan het doen? En nu ligt mama lekker te knuffelen met de baby's. Ik blijf het even zo filmen, want anders zien jullie van alles. Maar je ziet hier in ieder geval een hoofdje en daar ook een hoofdje. Ze zijn zo druk bezig. En ze hebben honger, denk ik. Moet ik ze een speentje geven? Zometeen gaan we naar de verjaardag van mijn oma. En dan gaan we lekker lunchen met de hele familie. En Luna heeft de verhoogde ademhaling. Ik ben de vlog aan het editen. Kunnen we vanavond weer lekker knuffelen. We zitten hier op de verjaardag van mijn moeder. Ja, ook heel veel. Die is nu 96 geworden. Dit is de allereerste vlog die ik maak over de verjaardag van mijn moeder. En gaan we nu even kijken wie er allemaal aanwezig zijn. Maarten, hallo. Sylvia, Max, Lex, José, Boudewijn, Thomas, Darcy, Carla. Ja. Heb ik Lex al gehad? Ja. Ja hoor. Oh, nou, ben ik je nu dubbel. En natuurlijk mijn moeder. Smile. Yay. Ik ben lekker zo bestemd. 96. Ja. Oké, dat was het dan weer. Dat was de allereerste vlog. Oké. En wie ik dan natuurlijk niet vergeet, dat zijn mijn allereerste lieve kleinkindertjes. Luna en Marley. Of Marley en Luna. Yay. Zie je mij? Ja. Even een selfie. Selfie filmen. We zijn net bij de verjaardag van Thomas geweest en nu gaan we naar de verjaardag van de oma van Thomas. Nu gaan we even kijken of we een mooie droger kunnen uitzoeken. Dus we gaan naar binnen. Ik zie wel een hele mooie broodrooster. Kijk dan, echt super mooi. Super duur ook waarschijnlijk, maar hij is echt heel mooi. Hier, nou, het valt nog wel mee. Oh, ik dacht 75. Super mooi.
Dat dacht ik even. Oh, helemaal leuk. We hebben een droger. Hij wordt maandag bezorgd. We hebben een Bosch. Bosch. Geen sluikreclame, nee, maar dat is wel gewoon wat het is. We hebben een Bosch droger gekocht. Om eerlijk, ik wist echt niet hoe duur zo'n ding was. Oh, de deur zat niet eens dicht. Ik heb een pas gekocht. Oh. Oké. Jongen. Ik dacht 200, 300. Ja, ik zie er dingen staan van 1000. Dat is ook wel. Oh, dat is ook al voor 400. Bij die IKEA hebben ze ook drogers. Echt? Ja, en wasmachines. Oh. Ovens en wat hebben ze allemaal? Afwasmachines? Vast ook wel. Oké, okay, op naar de IKEA en daarna naar de Intratuin. Ik heb zin in een Intratuin. Gaan we naar de kerstshow? Wanneer? In the dark. Vandaag. Is dat vandaag? Het is een maand lang. Oh. De hele maand december. Sorry hoor. Oké, we zijn in de IKEA. En ik heb 3 nieuwe kussensloopjes voor op de bank. We zijn in een niet nader te noemen bedrijf. En we hebben ruzie met elkaar. We zijn als echt zo'n ruziend IKEA paar wat zit. Ja, we moeten niet deze lampen. We moeten deze lampen. Ja, deze zijn niet AA+ energievriendelijk. Oh. We hebben nog geen lamp gezien, joh. Oh, maar wel kussenslopen. Ja, deze kussenslopen zijn 10. Ja, deze zijn 3. Hij ligt. Nou, ik laat je lekker staan. Oh nee. Hol mij. Je moet ook een lampje hebben ja, voor. Kom. Oh, rustig. We moeten ook een lampje hebben voor in de hoek bij de computer. Ja, die. Ja? Die vind ik wel mooi. We kunnen even verder kijken. Ja, maar hier zijn allemaal lampen. Kijk dan. Cute, super cute. Welke dan? Die. Ja, dan gaan de katten kapot maken. Maar hij is mooi. Ja, het is wel mooi, maar dit gaan de katten kapot maken. Nee, die er niet. Deze? Ja. Ga ook, is papier. Allemaal papier. Oh, jammer dat we katten hebben. Nee, ik ben heel blij met mijn katten. Wil je industrieel? Wat? Jij was toch de designer? Ja, mag ik kiezen? Wat dan? Nee, dan moet het wel bij de stijl van ons huis passen. Ik ben de designer, dus ik moet kiezen, maar ik mag niet kiezen. In de stijl van ons huis. Deze lamp? Nee, dat is toch niet in de stijl van ons huis, of wel? Deze? Nee. Waar is die? Oh ja, dat vind ik echt niet mooi hoor. Sorry. Nou ja, goed. Eerder dan nog de zwarte. Ja? Dat past toch niet bij dat witte, joh. Wit en beige. Ja, precies. Daarom koos ik een witte lamp uit, maar jij wil een zwarte. Zie je, zo gaat het al de hele tijd, hè? Ik wil kijken, Robin Vekker. Rol mij. Deze? Nee. Kijk, eerder dit dan. Huh? Dit vind ik mooier. Nee, joh. Echt? Je gaat de katten kapot maken. Helemaal niet. Dat is gewoon jouw excuus, zodat je niet hoort te kopen. Zo, ik wil toch ook een kamerlamp? Ja, maar wel gewoon mooi. Oké, die. Dit kan de kat niet kapot maken. Nee, kijk, dat is net een lantaarnpaal. Ja, dat is toch cute. Dat kan toch niet? Oh, jij wilt deze, denk ik. Die vanglamp. Die met die hengel. Oh. Zo, hallo. Nee joh. Hallo. Zijn jullie ook boodschappen aan het doen? Ja. Mooi. Wil je die hengel? Nee, die wil ik niet. Maar ik wil wel verder kijken. Ik vind die ook wel mooi. Die. Als we deze kopen, dan moeten we wel die andere. Deze. Nee. Echt lelijk. Nou, lelijk niet. Nou, niet zo mooi. Die. Nee, dat past niet in de hoek. Die. Dat past niet in de hoek. Die. Dat past niet in de hoek. Dat maken ze kapot, hè? Nee. Nee, verschrikkelijk. Nee. Dat maken ze kapot, pot. Ik hou van jou. Ik ook van jou. Ja, helemaal lekker bang. Die. Ja. Welke nou weer? Met die sprietjes. Echt? Nee, dat is ik vind grapje. Dat wel echt heel mooi. Nee, dat is een grapje. Ik vind dit mooi. Ja, maar. En dan zeg je dat die ene weinig licht geeft. Moet je dit zien? Ik heb zwarte gaten die nog meer licht geven. Nee. Oh, het is wel mooi. Kunnen we niet zoiets nemen gewoon? Gewoon zo'n lampje aan de muur. Ja. Help mij. Ik weet niet wat ik bedoel. Eerlijk. De mooiste lamp vind ik, ben ik hè, vind ik. Nee, niet die aan het begin toch? Ja, die ik als eerste aanwees. Die... kan je zelf in hoogte verstellen waar je de lampen wil. Je kan ze zelf alle kanten op laten mikken.
lekker dan. Je kan zeggen zo, nou ik wil hem zo. Ik wil een beetje daar meer licht. Ik wil deze, wil ik hoog. Laat je die maar de ene zo'n hoek... lelijke kleur. Het is gewoon wit. Dan laat je die de ene hoek opwijzen, die de andere hoek. En dan heb je zo'n hele mooie... Die lampen. Is toch geen romantisch lampje? Oh, je wil een romantisch lamp. Wat mijn vader een beetje heeft, dat is mooi. Ik weet niet wat je vader heeft. Gewoon simpel, maar mooi. We zijn allebei niet in beeld. Kies er dan voor om eentje in beeld te doen. Oké, doe maar weg. Oké, rol verder. Oké, nu zijn we in de intratuin. Rijden maar. Moet ik hem even voor de vlog? Ja, doe hem nog een keer. Waar is die nou? Echt mooi. En we gaan op zoek naar een mooie kamerplant. Mooie. En we hebben de car zo neergezet. Ja, het is super allemaal. Oké. Okay. Ja, maar wel mooi. Het steekt heel hard. Mooi hè, Rito. Oeh, ik verlies mijn car. Oh, kijk nou, een elf. Nou, elf. In een split! Oh, dat zag ik nog niet. Dat is niet echt een elf. Wel mooi. Ja, hij stelt niet scherp, maar het is een hele mooie elf. Geloof mij maar. Ja, maar echt. En alles is zoveel mooier. En alles is te koop. Ja. Het is net de Efteling waar alles te koop is. Echt handig. Ja, het was jouw idee, niet de mijne. Ik moest ervoor doen. Ja, nee, ja. Jij wou een kamerplant. Nou, super chill jongens. We hebben een plant gevonden. We hebben kleine plantjes gevonden. En ik heb nog leuke kussentjes gevonden. Ja, zoiets ja. Past die daarin? Die grote? Want die vind ik wel mooi. Kijk nou jongens, het is toch mooi? Het is gewoon goud geverfde plantjes. Oh, dat is ook wel fijn. It's Christmas. Oh, als je nou net doet alsof je eraan likt, dan kan ik in de thumbnail zetten Thomas likt aan cactus. Deze is ook maar 7 euro. Oké, okay, we hebben de spulletjes neergezet. De kussentjes staan hier, daar en daar. Daar staat het plantje en het lampje. Kijk hoe burgerlijk dit eruit ziet. En hier staat het plantje, ja hè? Het is echt heel burgerlijk. Hier is een plant, hier is een kamerplantje. Plaats, hier een plantje. We zijn bijna een echt gezin. Nee, we zijn al een echt gezin. Maar ons huis is nu ook echt een gezinswoning aan het worden. Ja, en... nou nog de kinderen. En dan nog een tapijtje erin, want dat maakt het ook helemaal af. Ik ben zo blij. Ik ben, zeg maar, als je bevallen bent, dan ben je vaak nog 6 maanden een soort van ongesteld. 6 weken ben je nog een soort van ongesteld. En ik zit nu aan mijn 3e week en ik heb er geen last meer van. Dus ik hoop dat dat zo blijft. Want ik heb zo'n hekel aan maandverband dragen. En dat betekent dat ik, als ik nu weer ongesteld word, dat ik gewoon tampons mag hebben. Dat is wat de zuster zei in ieder geval. Oké, okay, I'm ready! Ja, ik moet plassen zijn. Oh nee, niefje. Moet je weer plassen. Wat voor dikkie. Echt cool. Kijk nou hoe het eruit ziet als je zo binnenkomt. Plantjes. Echt netjes. En dan nog straks lekker tapijtje eroverheen. In ongeveer die kleur. Nou, dan is het helemaal mooi. Af. Zoe. Hoe kom jij nou weer ineens binnen? Ja. Ja. Yeah. En nu gaan we eerst lekker naar de baby's. We gaan ze even verzorgen. Ik ga daar even kolven. Dan gaan we weer naar huis. En omdat we vandaag best wel veel andere mensen hebben gezien, wil ik even niet met ze knuffelen. We hebben gelukkig vanmorgen al met ze geknuffeld. Maar ja, heel veel mensen zijn ziek. En misschien dragen wij het virus wel al bij ons. En dan merken we dat pas later dat we er ons niet lekker van voelen. Dus brengen we dat dadelijk wel over naar de kinderen. Het slaat waarschijnlijk nergens op. Maar... Nee, waarschijnlijk slaat het ook niet. Voor de zekerheid. Ze zijn gewoon voorzichtig. Ze zijn zo klein. Je kan beter te voorzichtig zijn dan niet. Zeker als ze zo klein zijn. Liggen niet voor niks nu zoveel kinderen op de kinderafdeling. Dat zijn ze toch ook. Ja. Al die kinderen liggen daar met longweginfecties en bronchitis en longontstekingen. Nou, onze kinderen kunnen echt nog geen longontsteking aan hoor. Dus vandaar dat we extra voorzichtig zijn. Oké, laten we gaan. Oké, jongens, we zijn thuis. En morgen hebben we een hele drukke dag. Ik dacht vandaag laat ik mijn oude broeken eens passen.
Dat past ik echt niet meer. De enige broek die ik nog paste, die zat vroeger echt altijd veel te wijd. En die ging niet eens dicht. Nee. Slaap lekker mensen, tot morgen. Doei. Love you. Doei, doei.